Oh, holy shit, wat een verschil, jongen. Ja. Wauw. Yo mensen van Dodo, welkom bij een nieuwe Dodo Build Off. Jullie zien daar het logo van het YouTube kanaal. Super vet gemaakt. Volgens mij had Mike die gemaakt, of niet? Ja, ja, volgens mij wel. Oh my god, shout-out naar Mike dat hij dat even eruit poept. En ook deze Dodo die hier eruit ziet. Geniaal. Jullie vonden trouwens de vorige aflevering super vet, dus blijf dat duimpje omhoog gooien. Want we werken hier met heel veel mannen aan en we vinden het heel tof als daar natuurlijk, als jullie het leuk vinden wat we maken. En mocht je het concept nog niet kennen, we hebben 2 teams. We doen eigenlijk een normale build-off, maar dan met ja, in totaal 6 echte goede bouwers. Die onder andere voor de Kingdom bouwen en andere grote projecten en zelfs betaalde projecten voor andere servers. En vandaag gaan wij bouwen het thema. Ik ga hem erbij pakken. Voorbereiding. De voorbereidingen. Voorbereidingen. Het thema van vandaag is Disney. Yeah. Dat is best wel cool. En het thema kwam van Sheryl. Zal ik die aan de andere kant zetten? Ja, dat is goed. Ik ga met je mee. Anders is alles aan één kant. Het ziet er zo snel uit. Nee, precies. Dan gaan ze deze keer jou supporten. Je schrijft het Sharon XXXXXXXXXXX. En zij heeft vandaag Disney gekozen. De bedoeling is dat beide teams... Oh, kijk, weer zo'n prachtige skin. Ja. Zo fancy. Nou, mocht jij een leuk onderwerp weten, schrijf het dus even in de comments. Met je Minecraft-naam erbij. Maar ik denk dat het tijd is dat wij gewoon lekker meteen gaan starten. Oh, ik dacht dat je daar stond, maar... Godsamme. Wij gaan lekker naar ons eigen team en wij gaan iets bedenken voor Disney. Hoeveel doen we? 10 minuten, 15 minuten? Ik denk dat we wel 15 nodig hebben. Gaat een van de 2 Frozen maken? U ziet het na de reclame. Let it go. Oh. Alright guys, Disney, wat gaan we doen? Frozen. Ja, echt? Ja, we gaan het gewoon doen. Fuck it. Jongens, jullie zijn geweldig. Ik zat aan Lion King te denken. Oh my god. Yes. Wow, I'm so happy now. Jij wilde die grote punt met al die dieren eromheen. Ja, King's Pride. Ja, al die dieren er dan omheen op het moment die gewoon mooi aan het midden. Simba wordt laten zien. Dat is het idee. Oh my god. Ik ga dan gewoon hier. Weet je wat? Ik ga het gewoon world editen. Fuck it. Dan gaan we daarheen. En dan doen we hier. En dan zeggen we gewoon... X. Kijk jongens, jullie gaan gewoon de world edit skills hier zien. Want dit is dus ook anders dan normale build-offs. Dus dat wij dus ook world edit en dat soort dingen hebben. Het is een beetje half cheaten, maar beide partijen hebben het. Dus het is wel eerlijk wat dat betreft. En we hebben allebei iemand in het team die het wel kan gebruiken. Oh, oh nu zweeft alleen het kasteel. Huh? Oh, je moet snowblock doen. Wat dan, hè? Oh, oké. /snow... Of nee, /set snowblock. Ah, got it. Ik heb nu een idee van hoe het eruit moet zien. Maar dan moet ik het ook nog zo laten lijken. Oh, die shit af wordt echt huge. Sorry, but they're gonna be fabulous. Yeah. Je weet niet meer hoe het kasteel eruit zag? Oh, kijk, wat vinden jullie hiervan? Oké. Okay. Yeah! Yeah! Ja, dat kan inderdaad ook gewoon van die ijspegels. Ja, precies. Ja. Een beetje van die creepy dingen. Hij heeft een heel groot hoofd. Het is een baby giraffe. Wat gebeurt er met die giraffe? Hou je mond! Ga lekker je olifant maken. Don't blame my giraffe. Mijn olifant is af. Ik weet zeker dat zij ook gewoon Frozen hebben gedaan. Ik weet het zeker. Ja, speciaal mij te haten. Zullen we gewoon 1 gimmick ertussen doen van een ijspegel dat het een penis is? Doe maar. Zo. Kijk of iemand het ziet. En hij is weer weg. Anders geef je hem tempen, dat kan ook nog. Let's pick de baviaan. Oké, ik heb echt geen idee hoe die baviaan eruit ziet. Hij is ik heb het belangrijkste. Ik ga Simba maken. Daarom zat tussen gezet. Oké, maar dan moet hij dan in zijn handen houden. Dat is een beetje een probleem. Ja, snel. Maak ergens waar zijn armen ongeveer zitten. Dan maak ik een Simba. Want Simba is echt namelijk 3 blokjes of zo, I guess. Ja. Yeah. Oké, ja, we moeten nu alles compleet gaan kopiëren. Compleet? Wie gaat dat doen? Ik kopieer. Oké. Dit wordt het moment van de waarheid. Hoe maak je van die Olaf? Een pumpkin op een snowblok, toch? Ja, hopen dat dit goed gaat. Niet dat de server... Ja, als de server moet crashen, dan moet hij gewoon crashen. Of zo. Ja. Ja. Nog 1 minuut. Nu de poort weer. Oké, zo. Tjuk, tjuk. Tjuk. Tjuk, tjuk. Tjuk. Dit zijn allemaal Olafs. Is het niet mooi? Ja. Yeah. En eentje zit vast. Oh, wauw. Nice. Nice. Nou, we zijn klaar. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Hallo. Nou, meneer Edeldier. Wij hebben echt gewoon het beste ooit. Mijn team wilde precies hetzelfde als ik aan zat te denken. Zonder dat we overlegd hadden. Echt? Heeft het iets te maken met dit? Nee. Of dit? Wij haten sneeuw en ijs. Ook al ben ik skiën. Maar we haten Wij zijn in veel warmere tinten. En wij zijn naar het origineel teruggegaan. Is dat... Ah, daar ben je! Echt? Ik heb fucking giraffen gebouwd, man. Oh, jeez. Oké. We gaan de switch omhalen. Ik ben heel benieuwd. Ik heb niet gekeken. Nou, maar Isha gaat het natuurlijk doen. In 3, 2, 1... Oh, holy shit, wat een verschil, jongen. Ja, echt, hè? Wauw. Ik heb trouwens elke giraf apart gebouwd. Echt? Oh. Ja. Wauw. Dit is gewoon echt een compleet verschil van ja, klimaat. Ja, het is, ik vind het wel vet wat je dit hebt gedaan. Nou, laten we dan bij mij beginnen. Yes. Nou, je mag de film raden. Ik denk als de poester. Ja, bijna. Nee, het is uiteraard Frozen. We hebben hier... Ik heb heel mooi de buitenversiering gedaan. Een beetje die tegels en zo. Eén ding vraag. Hoe heb je Mike zo ver gekregen? Ja, Mike die kwam er zelf op een gegeven moment mee. Die dacht van ja, dat verwachten ze nooit. Dus... Oh ja, dat is wel waar. Want Mike haat Frozen echt. Maar wat vind je ervan? Het ziet er best tof uit, ja. Ja, toch? Zeker voor die tijd hebben jullie nog best wel veel kunnen neerzetten van het kasteel. Ja, ja, we hebben eigenlijk dus gewoon alle tijd besteed aan de rechterkant om dat te bouwen. En dat hebben we dan gekopieerd aan de andere kant. Ja, yeah, fabulous. Yes. Nou, voor de rest is er niet heel veel, behalve al die Olafs die hier zitten. Ja, al die Olaf. Neem de wereld over. Yes, conquer the world. Alright, nou ik ben heel benieuwd, want jullie hebben natuurlijk de Lion King gedaan. De Lion King, en we hebben zoveel gedaan. Oké, Emil heeft de Pride Rock gemaakt, King's Rock, of King's Pride. Dat is King's Pride gemaakt. En ja. Oh, wauw, ook echt. Als laatste hebben we dit gedaan, maar we hebben de Baviaan en een hele mooie Simba, baby. Die is wel echt groot. Dus dat was echt ons laatste ding, in de laatste seconde. Want ik heb zeg maar heel mijn ding besteed aan deze ene giraf te bouwen. Oh. Maar ik vind hem wel fabulous, ook al is zijn hoofd net zo groot als zijn lichaam, dat maakt niet uit. Ik vind hem ook heel dope. Hij ziet er heel vet uit met die endertjes, lijkt net alsof dat zijn iris is. Ja, precies. Dus die heb ik maar een paar keer neergezet, want ik vond hem zo heftig. We hebben olifantjes, of course. We hebben natuurlijk een walvis. Ik weet niet hoe die is gekomen, maar ik denk niet dat dat zijn dit hier. Oh, lol, deze hoofden. Ja, dat is thuisvogels. Hoe hebben jullie die hoofden gedaan? Ik heb geen idee, dat heeft Damian gedaan. Wat? Dit is natuurlijk een zebra, denk ik. Ja, ik denk het ook. Natuurlijk. Met chills. Dit zijn varkens. Die liggen lekker te chillen. Waarom hebben jullie niet gewoon varkens gebruikt dan? Ben ik gewoon benieuwd. Geen idee, ik was te druk met mijn giraf bezig. Oké, got it. Oh, die olifant is vet, though. Die olifant is echt cool, hè? Nice. Ja, dat is het eigenlijk wel. We hebben alles gezien. Maar jeetje, ja, man. Lion King. Ja, ik vind vooral als je kijkt, als je zo'n beetje boven gaat hangen. Ik kijk naar het contrast van een ijspaleis tot de Afrikaanse deserts. Best wel mooi om te zien dat we elke keer echt totaal iets anders maken. Oh, ik vind het heel vet. Ik ga ook gewoon, ik maak gewoon lekker een screenshot. Zo. Ja. Boom. Ik vind het heel vet. Vonden jullie dit nou ook een hele vette aflevering? Vergeet dan niet dat duimpje omhoog te smashen. Want ja, dit soort dingen kunnen we natuurlijk nog veel vaker doen. En ik vond Disney een hele leuke bedacht. Dus ik ben heel benieuwd. Dit is echt een heel leuk onderwerp. Dus als je nog ook een leuk onderwerp hebt, laat hem achter met je Minecraft-naam. Wie weet sta jij daar dan ook straks op de tribune naast Jurgen. Of aan mijn kant natuurlijk, het winnende team. En vergeet zeker niet Jurgen zijn kanaal te checken in de beschrijving. Shoutout nogmaals naar alle bouwers die hebben meegedaan. En dan zien we jullie volgende keer weer bij een nieuwe Dodo Build Off. Tot volgende keer mensen. Ciao. Ciao. Alle miners zeggen ja tegen die en ja. Je swingt met je ex en dan is het raak. Niet stoppen voor het goud.